Welkom bij het poffertjesvlog. Want we hadden natuurlijk de vorige keer paddenkoeken en nu zijn er poffertjes. Alleen door het instellen van de computer heeft het een beetje lang geduurd en zijn mijn poffertjes koud geworden. En ik ben vergeten een vork te pakken, dus dat ga ik nu even doen. Zo, daar zijn we weer. Even kijken hoor. Volgens mij staat hij verkeerd gespiegeld. En nou heb ik poffertjes. Alleen, wat moet ik nu? Ik weet geen dingen om nu te vertellen. Ja, ik weet wel dingen, maar die zijn saai. Ja, ga ik een paar poffertjes eten. Lekker veel boter. Ik heb echt het idee dat ik zacht moet praten omdat ik het idee heb dat iedereen me kan horen. Maar het is helemaal niet waar, denk ik. Mijn lieve! Weet je wat hartstikke kut is? En vet niet relax, jongen. Nou, dat is dat jongen, dat OV-systeem van ze, met die OV-chipkaart, weet je wel, met dit kaartje, weet je wel. Die heb ik al dus een flink tijdje eigenlijk. Even kijken, staat er nog weer bij. Even kijken. Volgens mij heb ik, hij is maar geldig tot 2012, zo niet lang. Maar goed, ik moet die dus gaan activeren of zoiets. En ze zeiden vrij vaag over waar dat moet. Ik geloof dat wel gewoon... Kijk, ik snap niet waarom ze dat niet gewoon bij de NS-automaat doen. Waarom kan je het niet gewoon bij de NS-automaat activeren? Maar moet je per se naar een speciaal punt toe. En dat is nu weer het postkantoor. Dus ik snap er geen bal van. Ik geloof dat het in ieder geval het postkantoor is. Want op die site van ze stond dat daar een of ander servicepunt voor die dingen was. Nou, hopen dat ik daar naartoe kan. Op die site staat ook van... dat ik geadviseerd word tussen... 22 en 31 januari dat ding te activeren. Dat is niet handig. Want ik moet zeg maar al in de week van 4 januari naar de TU. Dus dat schiet niet op. Dus ik heb nog geen idee hoe dat precies gaat uitpakken. Ik denk dat ik dan gewoon 4 januari of zo, of in ieder geval in die week, weer even langs het postkantoor ga om hem te activeren en niet... Niet pas de 22e. Ja, ik ben ook een beetje moe. Dat komt niet omdat het 2 uur 's nachts is. Nee, dat komt omdat ik te goed geslapen heb waarschijnlijk. En die dagen daarvoor te slecht. En dan ben ik nog steeds een hele dag moe. En eigenlijk wil ik een hyperactief blok doen, maar dat gaat lekker niet. Kijk, met werk gaat het nu op zich heel goed. Het is wel een beetje moe om een beetje redelijke hoeveelheid uren per week te maken. Ik ben nogal lui. En ik heb ook nog vrij druk met andere dingen. Afgelopen maandag hadden we practicum. En dan moesten we cruise control bouwen. Maar dat ging dit keer niet zo goed. Want we waren niet klaar voor het einde. En dus nu moeten we de volgende keer dan moeten we het laten zien. En dat is pas na de jaarwisseling. En ik hoop dat het goed gekomen. Dat is nogal een irritante manier van programmeren. Want je kan niet alles goed testen. En je kan het niet zeg maar thuis goed testen. Dat is een beetje jammer. Verder heb ik nog een project lopen waarbij we een zoekmachine maken voor plaatjes. Of je krijgt een bak plaatjes en je hebt een plaatje. Dan moet je gaan zoeken. Dat gaat niet super. Want we staan een beetje... Ja. Ik heb vandaag aan de iteratie gewerkt. Van je moet zeg maar tegen het systeem zeggen, oh, dat zijn goede plaatjes. Die lijken er heel veel op. Of dat die lijken op wat ik zoek, zeg maar. En dan gaat het systeem weer zoeken, maar dat gaat nog niet zo lekker. Dus daar ben ik nog mee bezig. En dat kan komen omdat er nog niet genoeg features in zitten. Het kan komen doordat er te veel features in zitten. En dat kan ook komen doordat gewoon de code crap is. En ik vermoed dat laatste. Dus daar moet ik aan werken. En verder... Zo, oh, heerlijk.